goed. Voor nu tijd voor live muziek en ideaal live. We gaan luisteren naar 2FM met het eerste nummer, dat gaat over Lotte. Ik ben benieuwd wat met Lotte aan de hand is. Hij wilde niet zo vlotten, met Lotte. Meisje, ergens zweef ze in de landen en ze leefde meer bij de nacht. Het volgende nummer, dat ging ik over, dat mag ik allemaal vertellen, zeg maar. Een mooie voorstelling dat het weekend is en dan doe je even heel voorzichtig de ogen een beetje dicht. En dan denk je van, oh, daar lukt zo'n mooi deentje in. Wat zou ik toch even graag met door de kroeg willen? Gewoon zo lekker even met z'n beiden even een beetje smoksen door de straat in. Erik heeft er een liedje van gemaakt. Heel apart. Het is al zo lang geleden. Daar weven nu de wijs. Gooi we nog een mes. Dan doen we ons bij. Hoe is die tiende bleven? Riep mijn voest en ga met mij met. Het is zo voorbij. Zo is het mooi. Door de kroeg maar ontbijden, voor de greppels en de weiden. Terug naar het gebul van toen er zien. Geef het dan mooi, dan ben ze ons kweet. De spul bij ons in het avondmeer. Mee hoort te hieten, mee hoort
the wizard's meadow. Dat is zo lang geleden, hij kende een vrouw. Oh, maar kinderen. Hey, kijk, Dan, wat haar goot zo'n reer. Haar loeste wijn heb ik niet af kunnen leren. Oké, okay, daar komt ie. Een mooie les met Anton Willem en met Truus. Ja, ja. Toeten, patat en ook een kroket. En een portie bitterballen wie? Langzaam aan een krat op Huus aan de Zee. Hoppa! De spelt bij ons. Genieten de tijd van toen er was eens. Dankjewel. Volgende nummer, dames en heren, nog ging ik werken op een scholengemeenschap van Macht en Mag en zal de naam niet noemen. En vandaar dat liedje met een aantal meisjes, heel veel dames, misschien met natuurlijk ook aan de luisterende kant wel mensen die Lisa heet, Annette, Abets of wat weet ik veel. Daar heet het eigenlijk over. Anne. Lisa, pizza, carbonara, nee, er is Lisa. Je hebt al het babet en ook geen forfait. De jonge dier, de oude fiets, u het hengeveld. Boezem en vlak sneeuwstorm, weer te laat. Maar we zijn er eens wat uur tel. Meer in Merel, Veronique. Alles en rolin. Lisa geeft de vuur erachteraan, ertussenin. Oh, al die schik echt niet de vlog, zeg jij en geen u. Nu zij is een deernse geeft de vuur, sporten, marken, de toegels en aju. Tegenin, nakmarin. Shocking, roeien zin. Hoeveel plezier, zacht vertier. Meer dan vier lessons hier. Oh, aan de kant, in de krant. Ze zal u bewijzen zijn. Weer een jaar op kansen al. Alleen het dagwoord, dat onthield ze niet. Meer in Merel, Veronique. Alice en Rolin. Lisa geeft de vuur erachteraan, nog een tussenin. Oh, wat is gekeg niet te roch, zeg jij en geen u. Lisa is een deende geeft de vuur, sporten, marken, toedels en aju. Oh,
Soms ging het mis, zeg maar wat er is. Naar de lokaal noem, kreeg je nooit te veel. Wanneer kwam dan wat veel of nou? Kijk van dat het niet te bezien. Met in Nederland, Veronique, Hebben en Ronin, Ronin, Ronin. Die zag ik de deur, Rotterdam, Noordse Zeeën. O, als iets kijk echt niet te groot, zeg jij en geen u. Die zijn zijn deel te weten we. Een keer buiten de schreef gegaan, buiten de deur zeg maar. Je hebt elk eigenlijk, de meeste nummers zijn dialects. Af en toe heel sporadisch een Nederlands nummer. En dit is dan toevallig een Engels nummer, ja. Je probeert een keer buiten de deur te zingen. Running around this world. Ja, in het leven is wel vaker dat mensen maar zeer jeugdig eigenlijk een zelfkastijding deed en ja, het leven daarmee meer aandacht wil vragen voor haarzelf. Volgende nummer, dames en heren, is een heel ander nummer. Gaat over heel wat anders. Marcel zegt meestal van alles over Mino Bukum Verde, dus we vertellen wat over ons. Het is gruwelijk gemeen, dat liedje. Het gaat, dames en heren, over het, ja, als boer zijnde agrariër, want daar kom ik eigenlijk vandaan.
heb je lands wat heet en er lopen slootjes en er wel goten omheen en die mooie peon, die mooie maaien. En dan wil het wat voorkomtje als worden met die gemotoriseerde zeisen, dat was een kikker te vullen. En ja, daar kun je niet aan stoppen en dan geeft het daar aan. Zo zielig, man. Zo zielig, weet ik. Waarom zijn het zo wonder, woont een beul? Het is een kolen kikker, voor kikkers geen gevoel. Gatjes aan het maaien in donker en belet. Ligt er dan een kikker, dan heeft een kikker per een kolen kikker. Wak! Een kolen kikker. Wak! Het is een beul niet zo wonder, die maakt verdam. Ligt er dan een kikker, zeg hem op, moet er dan een kolen kikker. Een kolen kikker. Wak! Het is een kolen kikker, nooit die warme west. Maait al menig gatje met zijn geslepen mes. Men van de natuur biedt een waar gewunte puur. Kikkers aan de kant, de stille star is het hier een kolen kikker. Wak! Een kolen kikker. Wak! Het is een beul iets zo aan die maart verdaan. Ligt er dan een kikker, zeg hem, hoe moet er dan een kolen kikker? Een kolen kikker. Van al dat gretjes maaien, lieve jongen, wordt je hoor. Het hokken is groen en daarom in maat. Kijk voor iets in dat van worden, is dat super warm. Kolen kikker, kolen kikker. Oh, het is wel iets aan, die maat gedaan. Ligt er aan een kikker, zeg hem hoor, wat wil je dan? Kolen kikker, kolen kikker. Hey. Dat is een kolen kikker. Ja, dat overkomt helemaal niet kikker, wil ik zeggen. Heb geen angst, die gaat allemaal keuren naar de restaurants. Die kan niet op hoe bord. Volgende nummer, dames en heren, wil Marcel graag wat van vertellen. Ja, dit is nummer 192 over vrouwen. Dus ik ben bijna aan het einde dat het over vrouwen gaat. Maar dit is een heel mooi verhaal, want deze dame die besteedt echt en die werkt in lichten voorden en zij is mondhygiëniste. En zomaar op een dag werd zij verrast door een woeste cowboy die in de tandartsstoel lag met een grote hoed op en een gitaar. En op die kruk, daar zat een tandarts met zo'n vies, vassig, leren petje. En zij kwam de behandelkamer in en my Jezus Christus, door lag 2FM in de stoel. En het volgende liedje, dames en heren, heb ik geschreven voor haar. 2 jaar geleden zegt ze tegen mij, Erik, je hebt altijd nog wat weet je, ik een liedje van schrijven. Ik zei, dat gaan we doen. Elk was het anders, ik zeg, ik schreef een liedje, maar dat ligt dan. En dan zegt ze 2 jaar later, hey, dat noem ik kloor. Ik zei, dat heb ik nu kloor. En dan heb ik dat inderdaad uit en uitvoering gebracht in de tandartsstoel in zijn volgende wang. De mondhygiënist. Ik kijk naar boven in een mooi gelaat. Moest er van leren, ik ben niet meer van de ze stond er paraat. Mond wiet er los. Kijk maar naar mijn de neuzen erboven, zodat je het kan zien. Waarom met het dragen, dat deed ik niet. Zo kan je toch niet lachen, door van kreeg wie. Kijk zo mijn vrouw, lacht ze mij aan. Nog die polijsten, ik staalde ervan. Zeg af, mien en lach, lagen beter aan. De mond hierin is dag en dag. Lokken hun ogen, de wogen heen en heen. U mag wel weer gaan, tot
was dit geen zeer, zie ging als een speer. De hond werd het schrapen, oh wat was dat koel. Door nog een lezer, ik zat helemaal in een stoel. Ze gaf neer en lach een betere dag. De hond die geen eerste uur zag heeft en daar. Lokken we de ogen heen en weer. U mag wel weer gaan tot de volgende keer. De tanden in het schoon, misschien wel vies. Zij voelt ze wel te laatste kies. Want ik zie de lege blik in paraat. Weet ik dan door, weet het weerbaat. Zeer af, mien en lach, vandaag een wetelaar. De mond die geen eerste zaal heeft en daar. Lakken we hun ogen, de ogen heen en weer. U mag wel weer gaan tot de volgende. Tot de 12 april, meneer Heutink, 10 over 5. Dankjewel, Nathalie.